Vandaag kunnen Giel en ik niet dood in Minecraft. Dus wij moeten alle twee proberen een manier te verzinnen. Druk op de blauwe duimpje omhoog als jij denkt dat het mij lukt om een manier te verzinnen. Oké, Santino, we kunnen dus niet doodgaan. Dus kan ik jou doodgaan au, nu? Au, ja, er gaan wel hartjes af. Er gaat wel een hartje af, Giel. Echt? Blijf maar, van me. Ga weg, kan... jongen! Oké, maar Santino, hoe ga jij meestal dood in Minecraft? Nou, weet je, meestal komt het door een creeper of, nou ja, door jouw oma schijnbaar. Oh, mijn oma zegt, look up, hungry sweetie, hier acht, 420 kilogram of food. Oh, that's very nice, grandma, thank you very much. Maar dat klinkt wel lekker. Dat klinkt wel lekker, Giel. Ja, maar ik heb helemaal geen eten gegeven. Nou, weet je wat het is? Soms ga ik ook nog wel eens dood door lava, dus ik ga dat ook onder andere een beetje Ik ga van deze berg af springen en hopelijk ga ik niet dood. Nou, wacht, laat me even kijken. Ik wil oprecht zien of het je deze lukt. Oké, 3, 2, 1. Woehoe! Oh, wat gebeurt hier? Je hebt een propellerhoedje op je hoofd. Een propellerhoedje op mijn hoofd? Wacht, dat, heb ik dat wacht, ook wacht. Ik ga het even... Wow, yo, dit ziet er tantoe raar uit. Oké. Potverdikke me, man. Oh ja, maar dit is niet chill. Nu kunnen we... Nou, eigenlijk is het echt top. Dit zou gewoon altijd zo moeten zijn. Hé, ik ga een hardcore wereld starten, man. Nee, nee, dat wil ik niet. Giel, ik ga op zoek naar een manier om dood te gaan. En jij ook. En ik ook. Ja, jij ook, want dit gaat niet lukken. Oké, doei! Oké, joe! Oké, wij moeten dus proberen vandaag een manier te vinden om dood te gaan. Nou kan ik dus niet met falling damage dood gaan. En ik zie al dat Giel probeert met de Iron Golem. Alleen, het wil niet echt lukken. De Iron Golem wil hem letterlijk niet aanvallen. Oké. Ja, ik denk ook niet dat de Iron Golem heel erg blij is, heel erg gezegd. Oké, dus we kunnen dus niet dood... Wat is dit nou? Een water wing. Oké, dus we kunnen elkaar dus niet doodslaan. Ik kan letterlijk niet beneden blijven. Ik ga alleen maar omhoog. Wat is dit? Oh mijn god, ik heb zwembandjes omgekregen in het water. Hou op met me. Serieus, dus ik kan ook niet eens verdrinken. Oké, nou, dat is ook heel erg jammer. Een cactus, daar krijgen we dus damage van. Eens even kijken. Krijgen we... Wat is... Huh? De cactus is dunner geworden. Wat? Krijg ik dus ook geen... Oké, dus een cactus geeft ons ook geen damage. Hij is wel weer normaal. Oké. Nee, het lukt niet. Jemig. Oké, even nadenken. Wat voor manieren hebben we nog meer? We kunnen verstikken door het zand. Alleen als ik het zo bekijk, valt het zand niet. Waarom valt het zand niet? Of misschien door een skeleton? Oh, hallo, skeleton. Schiet eens. Wat? De pijl verdwijnt letterlijk gewoon. Ah, hou op met me. Kan zelfs een skeleton mij niet doodmaken? Wat is dit? En een skeleton gaat zelfs een zand doen! Oké, even nadenken. Dus een skeleton kan ons dus niet neerschieten. Zullen er hier nog meer mobs zijn waar wij dood door kunnen gaan? Het lijkt erop van niet. Oké, ja, hier moeten dus eventjes goed over gaan nadenken. Want een cactus verdwijnt dus letterlijk. Een Iron Golem valt ze niet aan. Skeleton gaat schijnbaar gewoon in één keer dood. Een zombie dan. Een zombie blijft in de lucht zweven. Zombie, hit mij. Ik ben onoverwinnelijk. Ik gaf letterlijk maar één map aan die zombie. Oké, een zombie gaat dus ook niet werken. Misschien hebben we hier ergens een creeper zo of zo zitten. We hebben hier nogmaals een zombie. Alleen, ja, dat gaat hem niet worden. Oké, de enige manier waarvan ik misschien een beetje kan denken dat we dood kunnen gaan, is nu lava. Dus, wat we gaan doen, is we gaan eventjes daar een paar bomen hakken. Want ik zag daar een paar bomen. En dan gaan we gewoon denk ik maar meteen naar beneden hakken. Want verdrinken ga ik niet. Een Iron Golem, die kan mij letterlijk niet aanvallen. Een cactus wordt dunner. Zombies gaan dood. Skeletons, hun pijlen verdwijnen. Dit wordt nogal lastig. Ik dacht oprecht dat deze challenge wat makkelijker zou zijn, maar dit wordt oprecht lastig. Oké, eens even kijken. Laten we maar meteen eventjes allemaal spulletjes maken waar wij mee naar beneden kunnen. Ik zit ook te denken, hè. Als wij creepers tegenkomen en we kunnen ze toevallig aanpakken, dan kunnen we ook proberen TNT te maken. Dan kunnen we onszelf misschien opblazen. Hé, het is een idee. Zo, daar heb ik weer meteen eventjes wat spulletjes om mee te nemen. Neem we nog even wat extra hout mee. Maar wat voor manieren hebben wij nog meer? Want we kunnen in principe naar de Nether toe proberen te komen. Alleen, ik denk dat we dan wel een beetje moeten cheaten. En waar ik ook aan zat te denken, is we kunnen ook naar de Ender Dragon gaan. En kijken of de Ender Dragon ons kan verslaan. Want normaal gesproken wil ik zelf de Ender Dragon verslaan. Maar dit keer moet de Ender Dragon mij proberen te verslaan. Het is allemaal een beetje dubbelop. Dus laten we maar als allereerst naar beneden hakken. En misschien, ik wou eigenlijk zeggen, misschien pakken we wel falling damage. Maar dat gaat hem natuurlijk helemaal niet worden, sinds ik dat verdomde petje op mijn hoofd heb. Ik ben benieuwd of Giel al een beetje in de gaten heeft wat hij eigenlijk een beetje moet gaan doen. En misschien al of hij een idee heeft. Misschien gaat hij ook wel naar de Nether. Misschien kom ik hem wel tegen in de Nether. En als hij slim genoeg is, gaat hij proberen ook naar de Ender Dragon te gaan. Maar ik denk niet dat Giel zo slim is om heel erg te zijn. En mijn oren horen lava. Ik weet niet op welk niveau ik zit, maar we gaan wel eventjes een snellere pickaxe maken, want dit gaat mij veel te slow. Oh, hallo, lava, waar ben jij? Oh mijn god. Oh, ik val natuurlijk rustig naar beneden, maar eens even kijken, want we hebben hier lava. Zou ik kunnen verbranden door lava? Het lijkt me iets te makkelijk. Ik denk het niet, maar let's go. Ik sta aan de... Oh, wacht. Wat krijg ik? Ik krijg instant health en fire resistance. Oh mijn god. De grass
gravel valt ook al niet, dus ik kan ook al niet verstikken. De lava, dat gaat helaas niet werken. Het zou wel heel erg relaxed zijn geweest bij een hardcore challenge, maar dit gaat het niet worden. Hè, I got a delivery voor Giel. Hij heeft pizza besteld. Wat is dit nou weer? Wat is Giel nou allemaal van plan? Hé, wie weet. Misschien vinden we trouwens zelfs diamonds. Dat zou echt oprecht lachen zijn. Het is niet eens mijn intentie om diamonds te vinden. Ik wil gewoon zo snel mogelijk proberen dood te gaan. Ik blijf ook gewoon lekker in de fik zitten. Wacht, als ik nou gewoon hier zo. Oh, ik ga ook zo. Ik krijg wel damage. Oké, ja, dit gaat ook niet worden. Oh, mijn god. Ik krijg wel even damage. Ik was wel even heel erg blij. Ik dacht van, oh. Oké, ja. We hebben hier allemaal gold. We hebben coal en alles. Het is in principe best wel een goede mine. Maar ik zie eigenlijk op dit moment geen manier om hier dood te gaan. Ja, ik denk dat het dan tijd wordt dat we toch eventjes een nether portal gaan maken. En dat ga ik niet eventjes zomaar even 1, 2, 3 doen. Dat gaan we gewoon even inspannen. Kijk, uiteindelijk is het de bedoeling dat wij een manier vinden om dood te gaan. En op welke manier dan ook, maakt niet uit. Oké, eens even kijken. Wij gaan dus naar de nether toe. Let's go. Ik ben benieuwd, want daar zitten natuurlijk allemaal dingen zoals een piglin, zoals gas, zoals blazes. We kunnen daar alles tegenkomen. Zelfs een wither skeleton. Oké, we zijn dus hier nu in de nether. Nou moet ik wel even onthouden dat hier zo onze portal zit. Maar ja, dit gaat geen zin hebben. Dit weten we allemaal. Maar volgens mij zag ik daar onder andere een magma cube. Misschien kunnen we doodgaan door een magma cube. Of misschien als we hier naar boven gaan. Zoveel keuze. Wacht, laten we maar gewoon even hier gaan. Het chillen is wel dat ik gewoon net eventjes iets verder kan vliegen of zo. Of iets verder kan springen. Ja. Oeh, ja, dit gaat nog wat worden. Oh, het is wel heel erg langs. Oh, we hebben een fortress gevonden. Oké, wacht. Laten we anders alvast even naar die fortress gaan vliegen. Zo. En we hebben hier namelijk ook magma cubes. Dus dit is top. En blazes. Misschien gaan die blazes ons wel naar de verdoemenis werken. Oh, het verdwijnt letterlijk allemaal. Serieus, zelfs bij blazes gaan die dingen verdwijnen. Schiet eens op mijn blaze. Kom op, raak me. Als je... Het verdwijnt letterlijk allemaal. We hebben daar wel een wither skeleton. We kunnen dat ook nog eens proberen. Maar we gaan even kijken bij de magma cubes. Eens even kijken. Magma cubes, doe waar jullie goed in zijn. Ze gaan letterlijk gewoon dood. Oké, dus de magma cubes die gaan ons letterlijk gewoon helemaal niks doen. Want die stuiteren ook gewoon letterlijk van ons af. Oké, een wither skeleton dan. Kom op. Dat moet dan toch wel werken. En waar is letterlijk de wither skeleton? Huh? Hij was hier nog letterlijk hier net. Oké, we gaan wel even verder kijken. Misschien vinden we nog een andere wither skeleton. Blazes, ga maar aan de kant. Jullie kunnen niks tegen mij beginnen. Letterlijk, als ik tegen ze aanren, gaan ze al dood. Oeh, we hebben daar een enderman. Misschien kan een enderman mij killen. Oké, kom hier. Kom hier, wither skeleton. Kom hier, kill me. Ja, dit gaat nooit werken, maat. Dit gaat nooit werken. Dit is letterlijk een van de drukste fortressen die ik ooit heb gezien. En dan gebeurt dit allemaal. Echt, alles verdwijnt gewoon. De blazes, kijk hoeveel. Ik tel letterlijk, ik denk 7, 8, 9 blazes. En nog een wither skeleton. Dan ook. En ik ben gewoon onverslaanbaar. Dit slaat echt helemaal nergens op. Ik ben letterlijk god in Minecraft. Nou, lieve mensen, ik denk dat ik dan toch maar weer terug ga naar de normale wereld. En dan gaan we maar eens even kijken of de Ender Dragon ons kan killen. Want als de Blazes en de Wither Skeletons ons niet kunnen killen, dan moet de eindbaas ons toch wel kunnen killen. Kom op. Ik bedoel, dit zou ik dan nog begrijpen. Maar de Ender Dragon... Wacht, laten we eens even kijken wat een creeper eigenlijk doet. Want een creeper weten we nog niet. Als je nou gewoon vanaf hier opblaast. Probeer eens. Blaas... Wat? Is het nou zo dat als ik elke mob sla, dat ze dan in één keer doodgaan? Het zijn letterlijk scheetjes. Serieus, kom op nou. Oké, laten we maar weer verder gaan met onze end portal. Zo, en dan moeten we alleen nog even wat ender eyes hebben. Zo, die heb ik hier. Oké, laten we dan maar eens gaan kijken wat de ender dragon doet. Want daar ben ik oprecht heel erg benieuwd naar. Het kan toch niet zo zijn dat de ender dragon ons niet verslaat. Oké, daar zijn we dan in de end. Laten we als allereerst even kijken wat deze enderman tegen me doet. Want als ik ze gewoon letterlijk recht in de ogen kan aankijken, dan hoef ik mij geen zorgen te maken. En dat hoef ik ook zeer zeker niet. Letterlijk al die endermen die teleporteren naar me toe en die vliegen gewoon direct door naar boven. Het is echt. Ik wil gewoon dood Minecraft. Kom op. Oké, hoe zit het met de draak? Kan de draak mij dan tenminste verslaan? Wacht even. Wat gebeurt hier nou weer dan? Ender Dragon is having technical difficulties. Zelfs de draak kan mij niet verslaan? Ah, dit meen je niet. Ik dacht oprecht dat ik Minecraft had uitgespeeld. Door middel van dat die draak mij kon verslaan. Maar zelfs de draak kan mij dus niet aanvallen. Hoe kan dit? Maar als ik naar die kristallen ga, dan gaan die kristallen wel vanzelf kapot. En de draak vliegt in één keer weer. Wat? Ik snap hier echt helemaal niks meer van. Maar als ik nu dan naar de draak vlieg, wat gebeurt er dan met de draak? Als ik te dicht bij de draak kom, blijft hij dus steken. Oké, dan weten we dit ook weer. De draak doet het ook niet. Wat als we gewoon TNT gaan proberen? Weet je wat? Ik ben gewoon heel erg... Ik ben gewoon heel desperate op dit moment. Ik wil gewoon weten of ik dood kan, ja of nee. Kom op. Door mijn eigen TNT kan ik toch wel dood. Hallo, TNT? Ga me nou niet zeggen dat als ik straks nu wegloop, dat de TNT gaat ontploffen, hè? Hou om met me. Het TNT ontploft niet eens. De TNT doet helemaal niks. Wacht, ik moet het opnieuw aansteken? Het doet niks. Jongens, ik denk oprecht dat ik gewoon niet dood kan in Minecraft. Ik maak geen grap. Ik heb alles geprobeerd. Ik heb zelfs de Ender Dragon geprobeerd. Ik heb de Nether geprobeerd. Het gaat mij niet
lukken. Hey Santino, is het jou gelukt om dood te gaan vandaag? Of, Nee, maar hoe kom je aan al deze spullen, Giel? Nou, gewoon. Ik ben een mineshaft ingegaan. Ik ben een piramide ingegaan. Ik ben een jungle huisje ingegaan. Ik heb echt van alles gezien. Ja, ik ben echt alleen maar naar de nether en naar de end gegaan. Het lukt me gewoon niet om dood te gaan, maat. Hey, hier, dat kijk, lijkt me ook best wel vet om te zien wat er dan gebeurt. Let op, ik weet het. Ik heb het ook geprobeerd hier. Ja, dit werkt niet. Kijk, je kan het gewoon weer oppakken dan. Als je het zeg maar... Ja, het is zo raar. Het is toch verschrikkelijk. Kan ik jou in een fik steken? Nee, hè? Dat gaat ook niet. Nee, dat kan niet. Maar niet. Ik heb misschien wel een manier om jou te killen, Santino. Best wel een goede manier zelfs. Okay, ik zal het wel even proberen zo. Ja! Haha, het is je gelukt, man. Gefeliciteerd. Ik ben gewoon dood, wat? Ben je nou benieuwd wat voor manieren Giel heeft geprobeerd te gebruiken om dood te gaan? Check dan even zijn video hierboven, want hij heeft best wel wat vette manieren bedacht. Maar dan moet je wel even klikken. Ik ga trouwens eventjes mee, want ik ben benieuwd wat hij allemaal heeft uitgespookt. Dus druk er even op. En abonneer eventjes op mij en op Giels kanaal. Maar druk vooral op de video.